Prinses Belle, wat doe jij opeens hier? Prinses Sophia, jouw amulet vroeg mij om je te helpen. Mijn eigen amulet heeft me vervloekt. Ruby en Jade hebben me dat opscheppen vergeven, maar ik kwaak nog steeds. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Kun jij me helpen? Tja, de enige die de vloek zou kunnen opheffen, ben jij. Daar was ik dus al bang voor. Ik heb terug in de tijd ooit eens een beest gekend. Vervloekt was hij tot zijn spijt. Je kunt niet zijn wie je bent. Hij was, dat moest ik zien, als mens heel zacht en trouw. Zodat ooit misschien die spreuk verdwijnen zou. Hij zag mijn angst, hij was het bangst. Het was een test, hij deed zijn best. Maar het vraagt meer dan spijt deze keer. Doe wat je moet en maak het goed. Een nieuwe kant ontdekt, je vrienden konden gaan. Te trots en te luid gebekt, zo is het kwaken ontstaan. Maar het is niet te laat, ga in jezelf op zoek. En doe een goede daad, want dan verdwijnt die vloek. Maak ze maar blij, dan kom jij vrij. Je vrienden zijn dan trots op wat je zei. Maar het vraagt meer dan spijt deze keer. Doe wat je moet en maak het goed. Het spijt me is een zin al vaak gehoord, maar daden doen meer dan een woord. Maak ze maar blij, ik maak ze blij, dan kom je vrij, dan kom ik vrij. Je vrienden zijn dan zeker trots op wat je zei, maar het vraagt meer dan spijt deze. Wat is je doel? Volg je gevoel, doe wat je moet.